Onderarm! Brandweer! Oh. Ik val rood! Wat is de reden van deze brandweeroefening? De reden is dat wij als veiligheidsregio Limburg-Noord graag aandacht willen besteden aan brandveiligheid. Wat de burgers daar zelf aan kunnen doen. En dat doen we middels heel veel projecten. Maar dat willen we ook, het grote publiek willen we daarop attenderen. Middels oefeningen samen met de lokale posten. Dus hier in Mook hebben wij een oefening samen met Post Mook. In een woning. Die leeg staat op dit moment. En daar kan de post dan op dat moment gewoon oefenen. En wij kunnen het publiek informeren over de brandveiligheid. Wat is de doelstelling van deze, dat project, zeg maar? Om jullie kennis te laten maken met de brandweer. Nou, er is er al één bij, die kent de branden van binnen en buiten. Dus ja, daar hoef ik heel weinig over te vertellen wat hij allemaal doet en wat hij tegenkomt. Maar er zijn ook mensen bij die dat gelukkig nooit meemaken. Maar we willen jullie daar toch enigszins een beetje op voorbereiden. Een paar maatregelen die de burger zelf kan treffen in de woningen tegen brandgevaar, tegen rookgevaar. Welke zouden dat zijn, de belangrijkste? Nou, je hebt een aantal maatregelen om brand te voorkomen en dan gaat het eigenlijk vooral om gedrag. Maar wat wij vooral adviseren is om gewaarschuwd te worden bij brand. Dus hang in ieder geval een rookmelder op en test die ook regelmatig, elke maand het liefst. Ja, maatregelen om brand te voorkomen zijn bijvoorbeeld niet weglopen bij het koken. Ja, dat doen heel veel mensen, daar hebben ze suddervlees op staan dat een paar uur moet sudderen. Ja. En dan kan ik wel even naar de winkel of naar de markt. Ja, dat zijn situaties die gewoon niet kunnen. 'S Nachts je telefoon opladen en de oplader. Er zijn heel veel opladers, ze zijn niet helemaal betrouwbaar. En als je 's nachts in bed ligt, slaapt en er breekt door jouw oplader een brand uit, dat is ook een niet wenselijke situatie. Dus laat hem wel op, uiteraard, maar doe dat wanneer je nog wakker bent. Bijvoorbeeld 's avonds als je tv zit te kijken. Brandweer is wel steeds vaker op zoek naar vrijwilligers, dus ik denk dat dat hier in Mook zeker ook zo geldt. Moet je dadelijk even vragen aan de postcommandant. Maar de vrijwilligers zelf zijn goed getraind en snel ter plekke. Maar het is wel altijd zo, de eerste paar minuten zijn mensen op zichzelf aangewezen. Dus het is heel belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen in het geval dat er brand is. Want de brandweer heeft gemiddeld genomen 8 minuten nodig om ter plekke te zijn.